Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sommelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gast is Geertje van Rossum. Welkom Geertje. Dankjewel. We hebben je hier gevraagd omdat jij gelukscoach bent. Ja, dat klopt. Ja, en dat is toch wel een heel bijzonder woord. Ja, ben je de enige in Nederland? Nee. Nee? Nee, er zijn er echt wel meer. Oké. Okay. Ja, ja. En wat is het? Ja. Ja, het klinkt een beetje zweverig, hè? Dat zou je wel kunnen denken, ja. Maar het is niet, hoor. Nee? Nee, weet je, ik ben een poos terug begonnen als kindertherapeut. Ja. En dan begeleidde ik kinderen die in een gescheiden situatie zaten, of die faalangstig waren, of misbruik aan de lijf hadden ondervonden. En dan geef je de erkenning en je begeleidt die kinderen en je helpt ze met allerlei middelen dat ze daar bovenop komen, hè, dat ze dat trauma verwerken. Ja, maar wat je geeft therapie. Ja, ja? Ja, maar wat je op een gegeven moment merkt, is dat sommige kinderen knappen daar heel gauw van op. En je ziet het ook bij volwassenen, die kan je vergelijken wat ze meegemaakt hebben. En de een die staat er heel vrij in het leven en de andere gaat nog steeds heel erg gebukt. Ja. En nou blijkt ook gewoon dat je dat geluksgevoel, dat lichter in het leven staan, zeg maar, dat kan je beïnvloeden. En dat wil ik nou juist zo graag. En hoe doe je dat? Ja, er zijn gewoon verschillende manieren voor. Ja. En er is heel veel onderzoek naar gedaan en ook wel grote onderzoeken, dat je 10% van je geluksgevoel is afhankelijk van je omstandigheden. 10% maar. 10%? 10%. Dat is weinig. Ja, dat is weinig. Ja. En 40-50% hebben wij invloed op. Dus als je de juiste tools krijgt, of van thuis, of van de omgeving, of van school, of van een therapeut, dan heb je daar gewoon positieve invloed op. En dat is natuurlijk prachtig. Hoe? Ja, nou, er zijn allerlei manieren. Wat je bijvoorbeeld, en dat is een hele beproefde manier en waar ze het vaak over hebben, is een dankbaarheidsboekje. Een dankbaarheidsboekje. Ik heb ook een dankbaarheidsboekje gemaakt. Het mooie is als je, het is ook afhankelijk van ieder mens, hoor. Maar er zijn in ieder geval mensen die kunnen elke avond 3 dingen opzoeken waar ze dankbaar voor zijn. En ik ken iemand die is op bezoek geweest in allerlei hele akelige gevangenissen. En die zei, nou, ik vond het 's avonds zo verschrikkelijk moeilijk om nog 3 dingen te verzinnen. Maar ik deed het. En het hielp mij. Ja. En ik heb een dankbaarheidsboekje gemaakt. Ik heb gewoon zomaar allerlei ervaringen heb ik hier opgeplakt. Van, het heeft met mijn kinderen te maken, of met mijn werk, of met de natuur. Ja. En dan, als ik me dan rot voel, hè, want dat voel ik ook wel eens, dan kijk ik eens even in het boekje en denk, oh ja, zijn toch ook wel hele mooie dingen in het leven. Mooi. Ja. En zo heb je ook, er is ook een manier om te schrijven. Schrijven kan ook heel helend zijn. Uh-huh. En ik geef ook soort schrijfcursussen. Yeah. En ja, ik heb een boek bij, een werkboek bij, maar die is wel heel leuk, hoor. Dat heet Wijn en Wijsheid. En dan doe ik naar aanleiding van grote denkers, een beetje groter dan ik, zeg maar. Hè. Ik zie zelfs Nelson Mandela. Ja, precies. En Dirk de Wachter en Martin Appelo. En, nou goed, dat zijn allemaal mensen die hebben een heleboel nagedacht, een beetje filosofen. En dan doen we naar aanleiding van een citaat, gaan we schrijven. En dan heb ik een groep van 7 mensen, bij mij in de kroeg, ik heb een kroeg. Je hebt een kroeg. Ik heb een kroeg. En daar gaan mensen schrijven. En dat zijn mensen die of gewoon lekker creatief bezig willen zijn en op die manier ook nog wat zelfreflectie fijn vinden. Ja. Of mensen die wat meegemaakt hebben. En zo met z'n 7e zijn we dan aan het schrijven. En
Nou, dat, ik heb allerlei... En dat bespreek je dan ook later? Dat lees je voor of mag je het ook voor jezelf houden? Je mag het ook voor jezelf houden. Okay. Je kan het delen, dat is prima. En dat geeft ook wel een bepaalde band. En als je iets hardop voorleest, dan komt dat ook weer bij jezelf binnen. Dat is dan is het echt waar, hè? Dan is het echt waar, dat klopt. Ja, ja. Maar je bent net zo vrij om gewoon te zeggen, ik pas. En dat is ook goed, okay. Want het is jouw eigen stukje en jij mag ermee doen wat je wil. Ja. En dan, dan schrijven we, hier heb ik dan een stukje van Dirk de Wachter, die vindt dat de ervaring van geluk zit hem in het ervaren van kleine dingen. In het content zijn met de gewonigheid van het leven. Ja. En daar hebben we het dan over. Ja. En wat dan ook mooi is bijvoorbeeld om te schrijven over de gouden momenten van je leven. Ja. Maar ook over de brokstukken. Ja. En dan hebben we het erover van schrijf de brokstukken op en bedenk eens wat is jouw lijm. Mm-hmm. En dat is voor iedereen anders, hè? Je lijm kan meditatie zijn, kan je geloof zijn, kan ook verschrikkelijk lachen zijn met iemand anders. Mm-hmm. Connectie is heel belangrijk. Mm-hmm. Nou, daar ga je dan over schrijven. Mooi. Ja. Er is net een boek uit, ja. Hoorde ik op de radio. En dan ben ik even de naam van die schrijver. Dat is een psychiater uit België. Ik heb een boek van hem, maar ik ben gewoon even zijn naam kwijt. Ja? Is en... die Dirk de Wachter? Nee. Oh. Nee. En die schrijft dat wij te veel op zoek zijn naar geluk, waardoor we ons eigen geluk in de weg staan. Ja, ja. Dat denk ik ook van als je. Er is natuurlijk een neiging om het grote geluk te vinden. Hè? En daar zijn we dan heel erg op zoek en we gaan grote reizen maken. Ik doe het zelf ook graag. En je gaat hele grote dingen wil je. Je droom achterna gaan en zo. En dan vergeet je hoe mooi het is om naar een bloem te kijken. Ja. Of hoe heerlijk het is om op het strand te liggen te kijken naar de wolken. Mm-hmm. En kijken wat daar voorbij allemaal gaat. Allemaal gebeurt. Ja. Ja, ja, ja. En dat is ook, daar ben ik het ook heel erg mee eens. Ja. Het geluk zit hem niet in de grote dingen. Het is ook geen doel op zich, hè? Nee. Je moet nooit achter het geluk aan om het geluk te vinden. Nee, hè? Het gebeurt je. Als je leeft, denk ik, als je leeft, dan kan het zomaar ineens op je pad komen. Dan is het er ineens even. Ja. Het is niet een constant, maar je mag me verbeteren, want jij bent de coach. Ik ben de gelukscoach, ja. Ja, ja weet je, er is ook wel een soort openheid die je kan leren. Hè, om te kijken naar details. Ja, dat leer je mensen. Ja. Het kan zomaar zijn, dat het geluk kan zijn dat je iemand tegenkomt die even zo doet. Ja. En als hij daar niet voor open staat, dan denk je, blijf hem af. Ja. Bij wijze van spreken. Ja, ja. Meestal niet hoor, want aanraking is gewoon heerlijk. Maar ja, als je niet goed in je vel zit en je vindt het even niet fijn, kan je dat als onplezierig ervaren. Mm-hmm. Ja, dus dat is ook wel verschillend. Ja. Maar het aparte is dat ze onderzocht hebben dat die omstandigheden dus maar 10% zijn. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, hè? Ja. En dat je, als je bijvoorbeeld nu een hele grote prijs wint bij de loterij, dan ben je nu natuurlijk in de gloria en dan ben je helemaal blij en ga je helemaal leuke dingen doen of wat dan ook. En over 2 jaar zit je op hetzelfde geluksniveau dan nu. Okay. Dus als je nu je ellendig voelt... Ik krijg een grote prijs bij de loterij. Ja. Dan word je helemaal blij. En over 2 jaar zit je weer op die helemaal ellende. Terug. Ja. En als je nu gelukkig bent en tevreden, dan ben je dat over 2 jaar ook nog. Ja. Ja. Ja, daar kan ik me eigenlijk alles gemiddeld bij voorstellen. Gemiddeld. Ja. Ja, dat is natuurlijk nooit een algemeenheid. Ik vind het mooi. Ja, hè? Ja. Ja. En kan je nou zeggen, mensen denken daar helemaal niet aan om gewoon de kleine dingen te kijken? Ja, het kan zijn, hè, dat je in omstandigheden bent die zo beroerd zijn en zo ellendig, dat je vergeet er naar te kijken. Dat je alleen maar die donkere tunnel ziet en niet de moed hebt om daar doorheen te kijken. En dan denk ik ook dat het niet helpt om te zeggen, kijk nou eens mooi naar die mooie leuke bloemetjes. Nee, mensen die echt in een depressie zitten, daar heeft het... Nee, of heel iets ellendigs meemaken, dan heb je eerst de erkenning nodig en daar ben ik ook wel mee bezig geweest, ook met schrijven. Ik heb hier bijvoorbeeld een boekje geschreven, Blijf met je pootjes van me af, voor kinderen die misbruikt zijn. Ja. En dan geef ik daar eerst de erkenning. Ja. Een kind moet weten, dit is echt heel beroerd. Ja. Dit is echt verschrikkelijk en dit mag gewoon niet. Ja. En dan zit er in dit boek ook nog de boodschap van vertel het tegen iemand die je vertrouwt. Ja. Hey? En daarna
kan je met zo'n kind gaan kijken van wat voor mooie dingen er in de wereld zijn. Mag ik even kijken in dat boek? Ja hoor, kijk je maar. Dat is wel heel erg leuk zeg. Dus je schrijft dit. Ja. En dan, dat is in de verkoop? Of? Ja, ja. Oké. En dan, je geeft ze ook weg? Of? Ja, 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 ja. Ook aan leerkrachten vooral. En het mooie is ook van als je dit voorleest en een kind heeft er niet mee te maken met misbruik, dan vinden ze het gewoon een leuk verhaaltje. Ja. Maar heb je er mee te maken, dan doet dat iets van binnen. Ja. Van, oh, ik mag dus naar iemand gaan die ik vertrouw. Oh, ja. En dan kan dat misschien wel eens ophouden. Want als leerkracht is het niet de bedoeling dat je gaat diagnosticeren. Dat nee. je gaat kijken van, oh, die misschien of die misschien nee, of die misschien. Nee. Nee, het is eigenlijk alleen maar als wegwijzer van, ja, lief kind, er is hoop. Ja. Dat is het eigenlijk. Fantastisch. En wie heeft die tekeningen gemaakt? Die heb ik gemaakt. Die heb je ook? Oh. Ja. Je bent een duizendpoot, of niet? Ja, nou ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ik vind het wel heel schattig ook te uitzien. En die? Dit, dat, is, dat was mijn eerste boekje. Ik had me gespecialiseerd met toen ik gedragsspecialist werd. Eerst was ik leerkracht en toen gedragsspecialist. Dat ja. is een soort... En hoe word je dat? Door iets te leren. Door naar school te gaan. Naar school te gaan. Wat voor school? Wat voor school? Ja, het is gewoon een post-HBO opleiding. Okay. En dan is dat tweejarige opleiding en dan ben je okay. gedragsspecialist. En toen had ik dit verhaal geschreven en toen kwam er een uitgever naar me toe van, hey, mag ik dat uitgeven? En een kind in mijn klas, Noah heet die, die heeft het toen geïllustreerd. En het gaat over een kind dat opgroeit in een gescheiden gezin. Ja. Dus ja, vader apart en moeder apart. En het laatste plaatje, dan roept dat kind van, ik ben Sanseverius. Ja, 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 ik ben Sanseverius. Tralala. Oh. En dat kind had het getekend en dat had hij in de klas gedaan. En daarna ging hij helemaal springen in de klas. Oh. En toen dacht ik, heb ik het goed gedaan. Ja. ja. En krijg ja. je ook reacties op die boekjes bijvoorbeeld? Ja, daar krijg ik wel een reactie van. Ik heb ook wel een reactie gehad van een kind destijds. Die, die het verhaal gelezen had en die zei tegen mij later van, het gebeurt niet meer hoor. Ah. Ja. Nou, daar krijg ik kippenvel van. Ja. 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 En oh, hoe dat dan, dat weet ik niet, maar het gebeurde niet meer. Ach. Ja. Dat, ja, dat is natuurlijk waarvoor ik het doe. Nou, hè? Nou, ja. nou, ik ja. 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 Ja, dat doe je het voor. Ja. Ja. En hoe komt het dat dit jou zo raakt? Hoe komt het dat jij dit zo graag wil? Waarom wil je mensen helpen? Waarom? Ja. Weet je, ik denk dat ik wel leid aan het lijden van de wereld. Ik kan mm-hmm. daar zo ontzettend verdrietig van worden. Mm-hmm. En dat kan me eigenlijk beheersen. Ja. En dan wil ik de wereld redden. Ik ben erachter gekomen dat dat niet lukt. Nee. En, nee. Dus, nee. Maar wat ik op een gegeven moment wel merkte, dat een andere insteek, dus dat gelukscoach, en ik doe dat ook op werk, dus voor werkgeluk. Op werk? En dan wacht even, werkgeluk. Werkgeluk. Wat is dat? Dus dan ben ik werkgelukdeskundige. Zo heet dat, hè? En ja. Wat is dat? Wat is dat, werkgeluk? Ja, dan leer je mensen om beter om te gaan met de dingen die wel eens lastig kunnen zijn in het werk. Mm-hmm. Ik zeg niet dat ze dan op een gegeven moment allemaal huppelend naar het werk gaan, maar ik leer ze dan bijvoorbeeld van, door middel van een piramide. Je hebt zo'n piramide van Maslow, hè, die ken ja, je wel. Ja. En dan is die piramide van het werk, en dat heeft meneer Onno Hamburger heeft dat ook verder ontwikkeld. Oké. Ja, en die zegt dan van de onderkant van de piramide, dat is het plezier, je werkplezier. En dat heeft ook heel veel te maken met connectie met je collega's. Oké. Daarboven heb je dan het, kan je je talenten gebruiken. Ja. Dan worden je talenten wel voldoende benut. En helemaal bovenaan is, kan je de wereld ook een beetje beter maken. Want wij hebben allemaal, gemiddeld, allemaal, bijna allemaal, de neiging om de wereld een beetje beter te maken. Dat willen we zo graag. Dat willen we zo graag. We willen dat het gewoon een beetje beter gaat. Dat als wij er niet meer zijn, dat de wereld een beetje beter was dan voordat wij kwamen. Ergens zit dat bij ons. Oké. Okay. Nou, dat kan ik me wel voorstellen. En als je dat met je werk kan bereiken,
Dat is natuurlijk heerlijk. Ja. Maar nou sta je aan de lopende band. Ja. Of je moet een robot bedienen. Ja. Ja. Ik zie nog niet helemaal de link met werkgeluk dan. Ja. Stel je voor dat je aan de lopende band een fototoestel maakt. Dat je iets doet voor een fototoestel. Ja. Hè? Dat ene schroefje er elke keer in doet. Ja. Als je dan kan denken van, hey, ik maak de wereld beter omdat mensen prachtige foto's gaan maken. Ja. En daardoor de andere mensen blij maken, hè, met prachtige foto's. Ja. Of het nou trouwfoto's zijn of van de natuur of wat dan ook. Als je die insteek hebt, dan maak je die dag al een heel stuk beter voor jezelf. Oké. Okay. Eigenlijk een beetje van die... Ik had het eraan bouwen. Ja. Ja, dat. Hoe was dat ook alweer? Dat is volgens mij dat die dan vraagt wat die man is stenen aan het sjouwen. Ja. En dan zegt iemand, wat doe je? Ja, ik sjouw stenen. Ja. En die andere die zegt, ik bouw aan een kathedraal. Ja. En dat is een heel groot verschil met hoe je het werk beleeft. Ja, precies. Dat bedoel dat je. Dat is het. Ja, dat is zoiets het was het. Maar het... Ja. En collega's, hè, dat is ook echt heel belangrijk dat je... probeert wat connectie te maken. En daar is denk ik ook een taak voor werkgevers om daar iets in te doen. Ja. Hè, dat mensen elkaar ontmoeten. En als je, ik doe dat ook met elkaar schrijven met een team bijvoorbeeld. En de werkgever ook? Dit doet ook mee? Of die? Ja, die heeft daar weer een andere taak in, maar ik doe dat met teams. Ja. Hoogstens zeven man ook weer. Ja. En dan gaan we schrijven over balans of over geluk of over wat dan ook. En dat doe je dan zonder de innerlijke criticus. En dat betekent eigenlijk dat je maar raak schrijft. Je krijgt opdrachten, je moet zinnen afmaken. En je hoeft niet te denken van, moet hier een punt of moet hier een komma, je moet hier een d'tje of een d'tje. Heel spontaan. Is het raar wat ik schrijf of is het niet raar? Achter elkaar. En dan na zo'n sessie, dan zeggen mensen tegen me van, dan ben ik tot dingen te weten gekomen van mijn collega die ik gewoon niet wist. En ik werk al 7 jaar met hem. Ach. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Dat verandert dingen. Dat verandert. Oh, wat mooi. Ja. Oh, wat mooi. En dan, dan heb je meer connectie. En dat is nou juist die onderkant van die piramide. Ja. Waardoor je dus ook meer je talenten kan gebruiken. Ja. En weer meer de wereld beter kan maken. Ja. De wereld beter maken. Ja. Wow. Bloei waar je geplant bent. Dat is het ook. Ja, ook. Ja. Ja. Van die tegeltjes dingen. Ja. Hey, en wie komen er bij jou? Hoe komen mensen bij jou? En waarom komen mensen bij jou? Wat met wat voor verwachting? Ja, er zijn mensen die zeggen van... er zijn mensen die ik al lang ken, die zeggen van, ik wil even een APK'tje bij jou. Oké. Okay. Ja. En er zijn ook mensen die zeggen van, ik heb het gewoon niet zo op een rijtje. Ja. En het is allemaal zo verwarrend en ik weet gewoon niet wat ik verder moet met mijn leven. Ik zit een beetje van, ik heb dit altijd gedaan en ik wil iets anders en ik weet niet hoe of wat. Nou, dan komen ze bij mij. Soms is het met die groepen met schrijven, ook mensen die gewoon lekker creatief willen gaan schrijven. Oké. Okay. En die vinden dat gewoon leuk en die hebben dat ergens gelezen of gehoord en die komen gewoon lekker schrijven en verwend worden bij mij en, en gezien worden. En gehoord worden. Dus jij bent mensen aan het verwennen. Ja. Dat vind jij fijn? Dat vind ik heerlijk. En zo maak jij de wereld een beetje mooier. Ja. Dat doe ik in die kroeg. Ja. Dan wil ik echt dat mensen zich helemaal fijn voelen. Waar is die kroeg? Wat? Die is bij jou thuis? Ja, wij hebben een achterste gedeelte van ons huis. Ja? Dat was vroeger poterloods. Hmm. En dat heeft mijn man... verbouwd tot kroeg. Fantastisch. Ja, dus je kan een wijntje drinken, hè? Wijn en wijsheid, maar je mag het ook met een theetje doen of water. Ja. En werk je ook nog met kinderen? Een enkele keer, dat heb ik heel veel gedaan. Ja. Ik ben eerst leerkracht geweest en daarna was ik kindertherapeut. Ja. En er komt nog een enkele keer een kind en ik schrijf ook wel verhalen voor kinderen, helende verhalen. Ja. Ik heb er ook nog eentje meegenomen. Ja, dat heet deze ook, hè? Helende verhalen. Dat is ook een helend verhaal. Ja, dit is dan echt een verhaal die ik speciaal voor één kind geschreven heb. En dat was een kind die heel veel verliezen geleden had.
En die moeder had ook diezelfde verliezen geleden. Dus die kon er niet zo voor haar kind zijn. Nee. En dat kind, die praatte er niet over. En dat ging niet goed. Die ging weer in zijn broek plassen. Ja. En, ja. En toen heb ik een verhaal geschreven over dat hij in een trein zat. En iedereen stapt maar uit en die komt niet meer terug. Ja. En hij zit daar samen met zijn moeder en die kijkt alleen maar naar buiten, naar de regen. En daar kan hij dus niet vertellen hoe erg dat hij vindt dat, dat iedereen uitstapt. Ja. En nou, daar schrijf ik dan over en nou, dan laat ik het ook nog goed aflopen. En ik begreep later van dat kind dat hij is gaan praten. Oh, echt? Ja. Ja, en dat is natuurlijk geweldig, toch? Ja. En hier heb ik gewoon foto's gebruikt en nu doe ik het met tekeningen. Ja. Ja. Hij voelt zich verdrietig en boos. Hij is ook bang. Ja. Ja. Dat en dat is natuurlijk heerlijk. Dan gaat het over een kind die in een trein zit. Ja. En dat kind denkt, of die voelt in ieder geval, hé, dat gaat over mij. Ja. Gaat over mij. Ja. Hé, dat is niet zo gek dat ik dat voel. Ja. Zoiets. Ja. 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 Wat je dus... Ja, dat is een hele, hele modieuze uitdrukking, maar je wil dat mensen bij hun gevoel komen. Jazeker, zeker. Ja. Kun je dat uitleggen? Ja. Wat dat is? Je hebt het al een beetje verteld, maar ja, hè, ja. Of dingen een plekje geven. Hè? Dat zijn zo van die modieuze uitdrukkingen. Ja, maar, maar bij je gevoel, weet je, een rot gevoel, ja, dat zegt dat al, is niet zo leuk om te voelen. Nee. Dat willen we ook eigenlijk niet. Mm-hmm. En we hebben generaties lang hebben we het weggeduwd. Mm-hmm. Hè? En als je het wegduwt, dan is het er niet. Mm-hmm. Maar dan komt het altijd een keer terug. Als je heel veel werk hebt, of als je je geliefde weggaat, echt in hele nare omstandigheden. Of als je zwanger geweest bent. Ja, ja. Dan kan het ook de wereld zomaar ineens anders worden en dan komt het ineens terug. Of je duwt het weg door heel hard te sporten en je raakt geblesseerd en je geblesseerd. En, ja, moeilijk woord. En dan, gelukscoach is ook een moeilijk woord. Ja, dat kan ik best uitspreken. Ja, ja. Maar dan, en als je dat dan niet meer kan, dan kan iemand ook helemaal in de knel raken. En mijn generatie, ik heb het niet geleerd om bij mijn gevoel te komen. Nee. Als kind. Nee. En ik heb het mijn kinderen ook niet zo geleerd nog. Nee. Maar ik zie wel dat het fout is. Mensen krijgen het aan de rug. Die worden burn-out. Nu een heleboel pubers, kinderen worden burn-out. En ik denk van, zonde. Mm-hmm. En als je bij je gevoel kan komen, dan denk ik dat je kan denken, oh, dit vind ik dus heel naar. Ja. En niet blijven hangen. Mm-hmm. Dan gewoon daarna weer iets anders doen. Maar even lekker bij je gevoel. Ja. Even erkenning aan je gevoel. Je mag... Dat vind ik dus ook, we moeten zo langzamerhand gaan afsluiten. Ja, ja. Maar dingen als rouw hebben nauwelijks meer plek in onze maatschappij. Ja. Hè, iemand is dood en we gaan een feestje vieren op zijn leven. Ja. Dat is... Ja, wat vind je daarvan? Ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Maar als in ieder geval maar de mensen niet het verdriet... Als dat is om je verdriet weg te douwen, is het niet zo handig. Nee. Nee. Ik denk het verdriet en je boosheid, en dat mag er allemaal zijn. En dan kan je daarna weer lichter door het leven gaan. Ja, dat denk dat ik is, dus dat ook. Is wat ik gewoon heel de wereld gun. Dat lichter door het leven, huppelend. Ja, dan heb ik nog heel veel vragen, maar even dit. Het verdriet mag er zijn, maar je omgeving moet het ook goed vinden. Waarom? Dat je verdrietig bent. Want vroeger had je natuurlijk rouwkleding, om maar even op die rouw terug te komen. Ja. En dan wist iedereen, oh, die is in de rouw. En dan werd daar rekening mee gehouden. Ja. Nu zie je dat niet meer. Nee, nee. Ja, en we hebben natuurlijk verbinding nodig. Je hebt wel troost nodig van andere mensen. Ja. En dan moet je het, nu moet je het misschien meer vragen. Maar ik weet niet of als ik zwarte kleding droeg, of dan mensen ook wel echt de troost gaven die ik dan nodig had. Dat weet ik niet. Nee, weet ik ook niet. Nee. Daar gaan we een andere keer over praten. Ja, dat is goed. Gaan we dat doen? Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen praten of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail dan naar huiskamergo@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. Terugkijken
kunt u via www.huiskamervanflakkee.nl. Tot volgende week.